Eerste keer stemmen. Ja. Heel spannend. Ik heb gehoord dat jullie je goed voorbereid hebben. Jullie weten al wat jullie gaan stemmen. Dus dat wordt niet met een stemhokje bepaald. Twee formulieren bij je. Identiteitsbewijs bij je ook allemaal. Ja, heel goed. Ik ben heel blij dat jullie zijn. We hebben in ons feest 300 jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Die heb ik allemaal een brief gestuurd. Heb je die brief ontvangen? Oh. Nee. Nou, ik heb gehoopt. Ik hoopte dat jullie die brief hadden gestuurd. Maar jullie hebben allemaal opgeroepen om te gaan stemmen. En jullie zijn één van de vele jongeren die stemmen. En als het goed is, is de opkomst ook redelijk massaal onder de 18-jarigen. Want ja, jullie hebben allemaal ouders. Die zijn ook allemaal heel slim, want in ons geest waren heel veel slimme ouders. Dus jullie komen over het algemeen goed aan je informatie. En ik weet dat de opkomst ook onder jongeren heel hoog is. Dus jullie zijn daar een mooi voorbeeld van. En voor nu zou ik zeggen, laten we gewoon naar binnen gaan. En heel spannend. Hoe zou het nou zijn in dat hokje? Zou dat nou echt een potlood zijn waar je mee stemt? Hebben ze dan toch wel iets anders? Kom op jongens, kom op. Hey. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Je wilt stemmen? Ja. Kranenburg. Burgemeester, wat gaat u nou doen? Ik begeleid hier een aantal 18-jarigen en ik ga zelf ook stemmen. Dat moest er ook van komen vandaag. En zij voor het eerst, hè? Ze hebben gezegd van wel, dus ik geloof ze. Ja, heel, heel spannend. Heeft u gevraagd wat ze gaan stemmen? Nee, dat vraag ik niet. Maar ik heb wel gevraagd of ze het al weten. Sommigen die beslissen in het stemhokje, maar hier heb ik drie jongeren bij me die weten het al. Klaar? U wist het al. We hebben ook niet zoveel partijen om op te stemmen, hè? Gelukkig. Zou u een weekendje weg willen met degene waar u een kruisje heeft gezet? Die sympathiek. Zover ben ik nog niet. Nee, zover ben ik nog niet. Ja, slimme vraag. Ja. Nou, dit was hem dan. Ik hoop dat, dat de bussen nog veel voller komen. En vanavond om 9 uur, dan wordt het tellen geplaatst. We gaan voor 71 bussen. Ja. Deze hier, Hoe gaat het met stemmen vandaag? Volgens mij goed. Ik heb nog geen onregelmatigheden gehoord. Is het druk in Oegstgeest qua opkomst? Ja. Wat verwacht u? Ja, we hebben een forse opkomst. Ik doe nog even geen voorspelling. In de loop van de dag ga ik die wel doen. Ja? Ja. En dan vanavond, uitslagenavond? Om 9 uur, dan gaan we tellen. Gelukkig niet zo'n groot formulier als bij de Tweede Kamerverkiezingen. En uiteindelijk denk ik dat we aan het eind van de avond, voor middernacht, dan hebben we de uitslag hier. Van allebei de stemmingen? Ja. Ja, klopt. Riemer, jij bent een van de jongeren die vandaag voor het eerst mocht stemmen. Correct. En? Ja. Was het moeilijk? Nee, veel mensen. Wist je al wat je zou gaan stemmen? Ja, extra leuk om dat met de burgemeester te gaan doen? Ja, dat natuurlijk. En jij? Wist jij het al? Ja, ik wist het ook al. En jij ook? Ja, al heel lang. Al heel lang? En zo meteen nog even met de burgemeester napraten, begreep ik. Ja, gezellig. Ja, ja toch? Nou, succes. Dank u wel. Hoi.